lichaam met spoegmeten, hier voelt u niets van. Zo kunnen we daar kijken welke producten of behandelingen geschikt zijn voor uw huid. Nou, we zien al duidelijk dat het vocht wel wat inderdaad aan de lage kant. Deze staat ook in verhouding eigenlijk met hetgene wat u ook al aangaf. Nu gaan we het huidvet meten. Heel veel mensen denken vaak dat ze een vette huid hebben, maar dat is waarschijnlijk gewoon het laagje wat er overheen zit. Dus het gaat meer om wat ook de huid daadwerkelijk is. Dat meten we hiermee. Dus even het voorhoofd. Nu doen we het op de wang. Kindhuid snel. Voorhoofd. Ja. Dus het is gaf hij inderdaad ook aan wel achter de vuist. Dus wel net vet. Eigenlijk net op de grens dat het wel aan de vette kant is. Maar dat is bij iedereen. De tegels uiteraard altijd iets meer als de wangen. Dan zullen we ook duidelijk zijn, dit is veel minder. Nu gaan we de elasticiteit meten. Dan doen we ook de huid rondom de ogen, want die daar het meest verslapt altijd bij iedereen is. Weinig zweet en talgklieren, waardoor de huid veel sneller veroudert. En deze huid is net ook kwetsbaarder ook als je contactlenzen draagt. Hier eigenlijk een plan uit. De huid vocht 22,8 erg droog. Zou ook in verhouding met de leeftijd op 55 gaan mogen zitten. Huidvet gecombineerd, elasticiteit gemiddeld. Zou met een laser, kun je met L3 laser, dat is een koude laser, zouden we hem naar 70 gaan kunnen brengen. Okay. Dus echt wel duidelijk dat we het kunnen verbeteren. Maar dit is echt een globaal gemiddelde. Dus op sommige plekken is het net iets meer of net iets minder. Hierin geeft hij eigenlijk ook een programma weer van welke producten en behandelingen goed zijn voor uw huid. Sowieso zou ik in ieder geval een crème adviseren en een cleanser. Dus een basis waar u uw huid mee thuis gaat verzorgen. We werken ook van binnenuit, dus met voedingssupplementen. Dus ook omdat u vliegt en met rook, dat je dus daardoor meer antioxidanten binnenkrijgt, meer vitamines, waardoor de huid ook meer zal gaan stralen. Qua behandelingen. Adviseert hij ook om de professional treatment te doen van Pasco. Dat is een behandeling waarmee we je huid meteen eigenlijk een boost geven. Dus zowel dat de huid verbeterd en de huid verjongend werkt. Ook heel de behandeling is puur voor één klant, dus niets is eerder aangebroken. Dus alles wat we gebruiken is ook echt meteen voor u bestemd. Dus de kwaliteit wordt daar ook behouden.